Ja, goedemiddag. Goedemiddag, volgens mij zijn we live. Hier is het nog vroeg in de ochtend. Het is hier 8 uur 's ochtends hier op Curaçao. En welkom bij deze lunchspreekbeurt bij Nieuwe Types. Mijn naam is Juri Oldheten. Ik ben directeur van Wintertuin Curaçao. Dat ben ik sinds 2017. Ik ben ook de oprichter van Wintertuin Curaçao. En ik wil jullie vandaag iets vertellen over Wintertuin Curaçao, over wat wij hier doen, hoe dat allemaal is ontstaan, de samenwerking met Nederland, de toekomstplannen enzovoort. En ik wil het interactief maken, dus als jullie vragen hebben of opmerkingen, schroom niet. Stel vragen en dan kunnen we er iets leuks van maken. Ja, Wintertuin Curaçao. We zijn begonnen in 2017. Ik woonde tot 2016 zelf in Nederland. Ik ben in Nederland opgegroeid en met roots op Curaçao. En ik had altijd de droom om ooit op Curaçao te gaan wonen. En ik werkte met Wintertuin in verschillende rollen. Ik was zelf freelancer. Ik had een consultancybedrijf. En deed sales voor Wintertuin onder andere. We probeerden Wintertuin minder afhankelijk te maken van subsidies. En dat was in de periode tussen 2014 en 2016. En in dezelfde tijd was ik bezig met ja, te oriënteren op het emigreren, omdat ik heel graag op Curaçao wilde gaan wonen. En in eerste instantie waren we bezig met consultancyklussen hier op het eiland. En op een gegeven moment dacht ik, hé, maar Wintertuin is een paar hele leuke projecten die we ook op Curaçao zouden moeten uitvoeren. En een daarvan was het Verhalenhuis. Het Verhalenhuis, een prachtig project van Wintertuin, waarbij de verhalen van ouderen worden gedocumenteerd. Ouderen die in verzorgingshuizen wonen. En waarbij een half jaar lang de verhalen worden opgetekend. Verhalen, hele persoonlijke verhalen die te maken hebben met grote thema's soms, zoals de dood en de liefde. Maar ook hele kleine persoonlijke thema's. Het huisdier of de persoonlijke vakantie. En ik moest dan heel erg denken aan mijn eigen familie hier op het eiland. En een oudere familieleden van mij die zijn overleden, die heel veel te vertellen hadden, heel veel mooie verhalen hadden, die inspirerend waren voor periodes in onze geschiedenis. Maar die verhalen die zijn nooit gedocumenteerd. En toen dacht ik, dit zou heel mooi zijn om het verhalenhuis op Curaçao te kunnen gaan uitvoeren. Dat werd ons eerste project. We hebben het hier Cura di Quinta genoemd. Dat betekent of in het Nederlands vertaald verhalentuin, omdat de verhalen hier buiten werden verteld en buiten werden opgenomen allemaal. Daar zijn we toen mee begonnen in 2017. En dat is een mooie samenwerking geworden tussen verzorgingshuizen, de Universiteit van Curaçao. We hadden ook veel vrijwilligers die ons daarbij hebben geholpen. En ja, we verzamelden dus groepen van 10, meestal 10 ouderen, waar we een half jaar lang mee de diepte in gingen. En het was heel mooi om te zien hoe dat steeds meer vorm kreeg. In het begin was het te aftasten natuurlijk, van ja, wat kom je eigenlijk precies doen en wat wil je van ons? En toen we eenmaal een sfeer van vertrouwen hadden gecreëerd binnen die groepen, en zag je hoe mensen steeds meer zich openstelden en steeds meer vertelden over wie ze zijn en wat ze hebben meegemaakt. En dat zijn hele mooie documenten geworden, hele mooie boekjes. We hebben er 3 uitgebracht in de eerste paar jaar van ons bestaan. Met bewoners van tussen de 60 en 101 jaar oud. En dat ging dan echt over heel veel verschillende onderwerpen. Het ging over 30 mei bijvoorbeeld. De opstand die heeft plaatsgevonden in 1969. Die begon met een staking bij de olieraffinaderij. En later uitmondde in een militair ingrijpen door Nederland. Wat voor sommige Curaçaoners heel traumatisch is geweest. En voor anderen echt een kentering in het. In het nationale bewustzijn. En daar zie je dan de verschillende perspectieven in. Dus de een was een juffrouw op school. En haar kinderen konden niet naar school komen die dag, haar leerlingen. Een ander woonde op Bonaire en zag vanaf zijn eiland de rookpluimen van de raffinaderij en van delen van de stad die in puin lagen. En op die manier zie je dus dat al deze ouderen hun eigen kijk en ervaringen met ons hebben gedeeld. Wat heeft geleid tot een paar hele mooie boekjes in het Papiaments. En we zijn nu net bezig met de Nederlandse vertaling, die is net afgerond. Dus we hopen over een paar maanden ook één editie van Cura di Quinta in het Nederlands te kunnen uitgeven. Zodat jullie aan die kant van de oceaan ook kunnen lezen waar onze ouderen zich hiermee bezighouden. Daar zijn we mee begonnen. Een ander project wat we heel graag wilden doen hier was een literair festival organiseren.
Iets soortgelijks als het Wintertuinfestival in Nederland, maar dan in een lokaal jasje. En daar zijn we mee begonnen in 2019. In samenwerking met de Nationale Bibliotheek hebben we hier een festival georganiseerd met, ik denk, een stuk of 600 bezoekers. Een meerdaags festival met een open podium, met een kinderprogramma, met daarbij ook een musical voor kinderen, gebaseerd op de verhalen van Kikker, van Max Veldhuis, maar dan in het Papiamento. En een festivalavond met allerlei performances. Jonge mensen, oudere mensen, bekende namen, maar ook nieuw talent. En het was ook een heel groot succes. De reden dat we het zijn gaan doen is omdat op Curaçao er niet een literatuurfestival was voor alle leeftijden. We vonden dat heel belangrijk omdat we hier wel echt een vertelcultuur hebben, een verhalencultuur hebben en ook een traditie hebben van grote schrijvers. In Nederland zijn jullie vast bekend met Boelie van Leeuwen, met Tip Mareug, met Freek Martinus. Dat is een generatie die heel veel heeft gedaan voor de Curaçaose literatuur. Vaak Nederlandstalige auteurs, die ook in Nederland waren opgeleid en die vaak een beroep hadden naast hun schrijverschap. Boelie van Leeuwen had voor allerlei functies binnen de overheid. Tip Mareug was een PR-man bijvoorbeeld. En zij hadden dan de luxe om naast hun dagelijkse bezigheden te kunnen schrijven. En je ziet eigenlijk dat na die generatie er een soort vacuüm is ontstaan. Dus er waren nog wel wat mensen die publiceerden, maar er waren er een stuk minder. En ze hadden ook niet de impact als de generatie die daarvoor was. En je ziet dat de generatie die daarna kwamen nog minder bezig waren met dat schrijven. Ook omdat het minder modieus was en omdat veel mensen vooral bezig waren met hun dagelijkse bestaan. En er geen ruimte was om hiervoor aandacht aan te besteden. En wij wilden er iets aan doen. En met name dus omdat die verhalencultuur er heel erg is. Omdat Curaçaoërs houden van performances, van optredens, van live bijeenkomsten. En literatuur daar natuurlijk ook zeker een rol in kan spelen. Daarom zijn we begonnen met het documenteren van die oudere verhalen. Daarom zijn we ook het festival gaan doen. En daarom wilden we ook heel graag opleidingen gaan verzorgen. Dus we zijn begonnen met cursussen. Creative Writing Curaçao wordt het genoemd. In samenwerking met Creative Writing Artes en met Wintertuin en met de Escuela de Escritores uit Spanje hebben we twee edities gedaan van Creative Writing Curaçao. En dat is een internationale schrijfcursus, waarbij in 2 weken op heel intensieve wijze deelnemers verschillende aspecten meekrijgen van het schrijven van in dit geval korte verhalen. En aan het einde dat ook kunnen presenteren aan de groep. We hadden deelnemers uit Brazilië, uit Mexico, uit Bonaire, Iran, Nederland, Curaçao. Dus heel, heel internationaal, heel divers. En het was mooi om te zien hoe Curaçao ook de deelnemers inspireerde. Voor de mensen die hier nooit zijn geweest, Curaçao is een. Ik vergelijk dat met een ui. Het is een plek die je op heel veel verschillende manieren kunt ervaren. Het is een toeristische plek, maar het is ook een hele authentieke plek die zijn eigen karakter heeft weten te behouden, ondanks de globalisering. Het is een meertalige plek, een plek met een hele rijke, bewogen geschiedenis. Deel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar is in het verleden ook Engels bezit geweest, is Spaans geweest. Heel veel verschillende culturen, van afstammelingen van de Afrikaanse diaspora, tot mensen van Portugese afkomst, India, Nederland, Spanje enzovoort. En dit heeft eigenlijk gezorgd voor een hele verhalencultuur ook, met invloeden uit al die verschillende culturen. En je zag dus bij Creative Writing dat dat ook heel erg de deelnemers inspireerde om net anders te kijken naar hun eigen schrijverschap en ook tot andere teksten te komen. Dus dat hebben we 2 keer gedaan, zoals gezegd. Nou, de derde die zich helaas niet door vanwege de coronagerelateerde overheidsmaatregelen. Maar we zijn vrolijk verder gegaan. Onze missie als Wintertuin Curaçao is om mensen met elkaar te verbinden door middel van literatuur en het vertellen van verhalen. Dus het gaat niet om alleen de kunst, maar het moet een maatschappelijke relevantie hebben. Dat vinden we heel belangrijk. En dat zie je ook terug in de projecten die we doen. We hebben een ander project gedaan, ook in samenwerking met Nederlandse organisaties, genaamd Libertatea, in het kader van de viering en de herdenking van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En daarbij ging het heel erg over wat vrijheid voor de deelnemers betekende.
En ze konden daar zelf invulling aan geven. Dus in de vorm van gedichten, raps, verhalen, muzikale bijdragen. Dat hebben we 1,5 jaar geleden gedaan. En nu zie je dat dus een aantal van onze projecten steeds weer terugkeren. Dat we daar continuïteit in hebben. Met Cura de Quinta, dus het Curaçaose verhalenhuis, zijn we nu de volgende fase ingegaan. Waarbij wij dit niet alleen maar doen met verzorgingshuizen, maar ook op wijkniveau. Dus we gaan echt de buurten in en we gaan op zoek naar ouderen die nog op zichzelf wonen. Dat zijn er nogal wat op Curaçao. We hebben hier ook te maken met vergrijzing, maar ook met een hele taaie bevolking, hoge levensverwachting en mensen die tot hoge leeftijd ook thuis blijven wonen. Die veel te vertellen hebben vaak en soms ook in een sociaal isolement. Vaak zijn de kinderen geëmigreerd, die zitten vaak in Nederland of Amerika of andere plekken. De mobiliteit is vrij laag, omdat hier ben je vaak afhankelijk van een auto. Er is wel openbaar vervoer, maar het is niet altijd even makkelijk om gebruik van te maken. En er zijn soms hebben ouderen ook zijn ze bezorgd over de veiligheid. Dus ja, juist voor deze groep vond het belangrijk om ook met die verhalen aan de slag te gaan. En daarbij ook de wijken in de spotlight te zetten. En met name wijken op Curaçao die een wat moeilijkere reputatie hebben. Curaçao is een plek met heel veel inkomensongelijkheid. Er zijn hele rijke wijken en plekken waar mensen moeilijk rondkomen. Met deze verhalen en het documenteren van deze verhalen ook de buurten in een ander daglicht te plaatsen. Dus we zijn begonnen met wijken zoals Fleur de Marie en Coraal Specht. Dat zijn bekende wijken op het eiland waar veel heeft plaatsgevonden op sociaal-economisch gebied. En waar mensen het vaak ook vrij moeilijk hebben. En die verhalen zijn we nu aan het documenteren. Dus we gaan over 2 maanden, als het goed is, gaan we de verhalen van 2 Curaçaose wijken publiceren. Eentje doen we in samenwerking met Monumentenzorg. En de andere is in combinatie met in samenwerking met het buurtcentrum. En het idee is om van bijna alle wijken op Curaçao, en dat zijn er nogal wat, want hier elke 3, 4 straten heeft de wijk weer een andere naam. We willen al deze verhalen gaan documenteren om niet alleen de ouderen in het zonnetje te kunnen plaatsen en de eenzaamheid te bestrijden, maar ook om ons cultureel erfgoed te behouden en om de wijze lessen die zij hebben door te kunnen geven aan andere generaties. En je ziet dat de impact van dit project heel erg groot is, omdat je niet alleen maar de familieleden bereikt van de deelnemers, maar ook anderen die gewoon geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de wijk of die iets meer willen weten van hun geschiedenis. Dus dat is wat betreft de ouderen. Soms komen ze ook terug bij festivals, dus dan geven ze de kans om ook voor een groter publiek hun verhalen te presenteren. En hopelijk kunnen we dat alsnog fysiek blijven doen, afhankelijk natuurlijk van hoe het zich ontwikkelt met de overheidsmaatregelen. Het festival hebben we in 2019 voor het eerst gedaan. Vorig jaar was de tweede editie, die hebben we helemaal moeten omgooien. We hebben een volledig digitaal festival daarvan gemaakt. Dus echt een livestream productie. Met alleen maar lokale artiesten, met 1 of 2 uitzonderingen. Het is altijd thematisch. De eerste keer ging het over identiteit, vorig jaar ging het over autonomie. Staatkundige autonomie, wat een belangrijk thema hier is. Hoort Curaçao bij Nederland? Wil het zo blijven? Of moeten we juist een andere staatkundige relatie aangaan met elkaar? Onafhankelijkheid of juist een gemeente worden zoals Bonaire dat heeft gedaan? Maar ook professionele autonomie. Dus voor kunstenaars. Kun je als schrijver bijvoorbeeld je eigen verhaal vertellen? Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Op een kleine plek zoals Curaçao. Kun je daar autonoom kunstenaar zijn? Of ben je altijd afhankelijk van je opdrachtgevers? En ook persoonlijke autonomie. Kun je gaan en staan waar je wil? Kun je de keuzes maken die je zelf wil? En daar hebben dus de deelnemende artiesten hun eigen invulling aan gegeven. En dat was, was een hele bijzondere ervaring. Het was vrij complex, omdat zo'n grootschalige livestreamproductie toch wel wat voeten in de aarde heeft. Maar tegelijkertijd ook heel leuk om te doen. Echt een team effort. Waarbij we nog veel meer de performances op elkaar moesten laten aansluiten dan normaal gesproken. Zodat het echt een geheel zou worden. En we zijn nu al bezig met de voorbereidingen van de volgende. Dat zal waarschijnlijk een soort, ja, hopelijk een hybride vorm zijn, dus waarbij zowel fysiek publiek aanwezig kan zijn als dat we mensen ook digitaal kunnen bereiken.
Het voordeel wel, merken we met die digitale opzet, is dat we ook mensen in het buitenland makkelijker kunnen bereiken natuurlijk. De Curaçaose diaspora in Nederland, maar ook in andere landen. Dus daar gaan we op die manier mee verder. Wat kan ik jullie nog meer vertellen? We zijn bezig met een nieuw project wat te maken heeft met de geschiedenis van Curaçao. Dat heet Cien Objetos, oftewel 100 objecten. In samenwerking met het Antropologisch Instituut hier, NAM. Met een aantal designers, met ook een aantal schrijvers. Waaronder ook Martijn Brugman, bekende Arnhemse schrijver. En dit is een project om de verhaal te vertellen aan de hand van objecten. Zoals jullie weten, objecten vertellen vaak een verhaal. En dat verhaal is vaak een persoonlijk verhaal, wat te maken heeft met degene die of het object heeft gemaakt, of het heeft gevonden, of het in zijn bezit heeft. En die persoonlijke verhalen kun je linken aan het grote verhaal van een plek, in dit geval Curaçao. En het officiële geschiedenisverhaal is vaak gelinkt aan degene die op dat moment de macht hebben. En wij vonden het interessant om te kijken wat mensen zelf kunnen vertellen over objecten die ze, oftewel, die ze misschien vinden of die ze zelf in bezit hebben of die we krijgen vanuit erfgoedinstellingen. En om die verhalen aantrekkelijk te presenteren aan het publiek. Dus wij gaan dat doen in de vorm van podcasts. We gaan 100 objecten selecteren die veelzeggend zijn voor de geschiedenis van Curaçao. Die te maken hebben met bepaalde aspecten van de geschiedenis en bepaalde manieren om ze te gebruiken. En de podcast komt er komt een website en er komt een boek. Dat wordt een project dat waarschijnlijk een jaar of twee gaat duren. En daar zijn we nu net mee begonnen. Dat vind ik echt heel erg interessant, omdat het op het snijvlak is dus van literatuur, van cultureel erfgoed en van grafisch ontwerp. En we zijn uitgenodigd door de Dutch Design Week om in oktober aanstaande dit te exposeren in Nederland. Dus het zal dan fysiek zijn. Dat willen we ook hier op Curaçao gaan doen. Dus het wordt heel interessant. Andere dingen die we doen nog een paar dingen noemen. Spoken words zijn we veel mee bezig. We merken dat er op Curaçao onder jongeren vooral veel belangstelling is. Onder invloed ook van de hiphopcultuur natuurlijk. Jongeren hier spreken heel goed Engels, omdat ze heel veel Netflix kijken, veel op YouTube zijn. En omdat films hier niet ondertiteld worden in de bioscoop. Dus je wordt min of meer gedwongen om het Engels goed machtig te zijn. En dat zie je ook terug in hoe spoken word hier wordt beleefd. Vaak geïnspireerd op de Amerikaanse stijl. En we hebben een project georganiseerd genaamd Wissel Je Woorden. Waarbij we jongeren in staat stelden om hun spoken word skills te ontwikkelen. Dus we hadden daarbij docenten vanuit Nederland, vanuit België, Vlaanderen en vanuit Curaçao. En die jongeren hebben in een aantal sessies kunnen werken aan verschillende aspecten van hun spoken word kunst. En die gaan ook, als het goed is, later dit jaar in Nederland optreden. Laten we hopen dat het allemaal door kan gaan. Tijdens een festival wat in juni, juli gaat plaatsvinden in Theater Bellevue in Amsterdam. Dus we proberen echt de link te leggen met andere landen. Vaak met Nederland ook natuurlijk. Ook vanuit de samenwerking met Wintertuin Nederland. Wintertuin Curaçao is begonnen als een soort van dependance, zou je kunnen zeggen, van Wintertuin Nederland. We zijn een zelfstandige stichting, maar we werken wel samen waar nodig en waar mogelijk met elkaar. Het heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk veel Curaçaoners in Nederland ook zijn. En mensen in Nederland die een band hebben met Curaçao, die er gewoond hebben of die op vakantie zijn geweest en die geïnteresseerd zijn in de cultuur. Dus op die manier werken we veel samen. We gaan nu ook trajecten in om individuele kunstenaars meer te begeleiden. We hebben vorig jaar een lokale reggaeton-artiest, Rafik Edin, geholpen met het schrijven van zijn eigen teksten. Wat heeft uitgemond in een aantal grote hits op YouTube. En we gaan nu een traject in met een jonge lokale schrijver, Ralph Vinet, die is net geen 20, die zijn eerste filmscript gaat schrijven. Dus ja, samenvattend, wat we proberen te doen is mensen met elkaar te verbinden door middel van literatuur en het vertellen van verhalen. Met speciale aandacht voor verschillende doelgroepen. Organisaties. We doen veel met ouderen, we doen veel met jongeren. We willen nu ook meer met kinderen gaan doen. Omdat bepaalde scholen toch meer aandacht willen besteden aan de culturele ontwikkeling en artistieke vaardigheden van hun kinderen.
Dus daar willen we ook mee aan de slag gaan. We hebben laatst voor het eerst ook een spoken workshop gegeven op een basisschool. Wat echt super leuk was. Kinderen die nog niet in de puberteit zitten, die geen schaamte kennen en die heel frank en vrij mee hebben gedaan. Dus dat was echt heel erg leuk. En daar willen we mee verder gaan. En we willen inclusief zijn. Dus ja, Papi Mens is de voertaal voor denk meer dan 80% van de bevolking hier. Daarnaast zijn er mensen die Nederlands spreken, Spaans, Engels. Daar staan we allemaal voor open. En op termijn, mijn droom is om hier een eigen school te kunnen oprichten, te kunnen starten. En ja, we moeten een schrijfacademie waarbij mensen vanuit Curaçao opleidingen kunnen volgen, maar ook vanuit het buitenland hierheen kunnen komen. Dus Creative Writing Curaçao is dan eigenlijk een soort opstapje voor wat we hier in de toekomst willen doen. Zodat mensen hier niet alleen kunnen komen om lekker op het strand te liggen, maar ook om aan hun schrijverschap te werken in een prachtige, inspirerende omgeving. Dus dat is wat we doen met Wintertuin Curaçao. Ik weet niet of er vragen of opmerkingen zijn. Ik weet niet waar ik dat kan zien. Even kijken. Volgens mij niet. Nee. Geen vragen. Zo afronden. In ieder geval. Dat. Mocht jullie meer willen weten van wat we doen, volg ons op Facebook. Dan heten we gewoon Wintertuin Curaçao. Dan kun je zien waar we allemaal mee bezig zijn. Op YouTube kun je een aantal filmpjes terugvinden. Een paar compilaties van projecten die we hebben gedaan. Maar ook de volledige livestream. De ongemonteerde versie en de gemonteerde versie van het Wintertuin Curaçao Festival van afgelopen jaar. Voor de mensen die het papiermento niet machtig zijn, wees niet bevreesd. Een aantal performances bij in het Nederlands en in het Engels. En wij komen dus zoals gezegd, als het goed is, juni of juli, jullie kant uit. Met een aantal artiesten om daar op te treden bij een festival in Amsterdam. Wat hopelijk doorgaat. En in de tussentijd gaan we vrolijk verder met het verbinden van mensen. En net zoals jullie aan het doen zijn in Nederland vanuit de Nieuwe Oost. Dankjewel voor jullie aandacht. Heel veel plezier verder met het prachtige festival. En ik wens jullie een hele fijne dag. Ajo, tot ziens.